Jan Stork had er meer aan gehad als hij 1,5 jaar geleden was geholpen. Toen werd hij als conducteur in elkaar geslagen door 3 jongens. Niemand deed iets. Hulp moet ook bij agressie tegen mensen met een publieke taak vanzelfsprekend zijn. Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan. Bel 112. Blijf bij het slachtoffer. Maak foto's voor de politie en meld je als getuige. Meer veiligheid op straat heb je zelf in de hand.